Ja, ik woon hier vlakbij de Biesbosch en ja, daar kan je fantastisch kanoën. En of een bootje huren of een roeiboot. Maar kanoën, het is vandaag kanodag. Laten we eens een kano gaan tekenen. Doe je mee? Ja, de dag van de kano. Hartstikke leuk. Van de zomer ben ik ook wezen kano. En dat was in een. Dat was in een Canadese kano. Nou, en dat was echt wel leuk. De hond kon ook mee in de kano. Maar hoe ziet zo'n kano er dan uit? En hoe teken je dat dan? Nou, zo'n kano heeft een beetje een ronde punt zo. En dan naar beneden zo. De andere kant eigenlijk hetzelfde. Zo. Nou, dan heb je dan een panel. Hier zo. Iets van een. Dat zal het merk zijn hoor. Iets van de Indiaan, geloof ik. In zo'n logootje. En dan zitten de bankjes in. Nou ja, dan kan je dan peddelen, zeg maar. Nou, de hond komt mee. En mijn dochter. Ja, dan zou je die ook nog even moeten tekenen, natuurlijk. Hoe je dan in zo'n kano zit. Want het is weer wat lastiger. Hoe zit je nou in zo'n kano? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Even zo. Zo zie ik er natuurlijk niet uit. Ik had de hoed op. Even schaduw. Zo. Nou, dan die roeispanen. Of peddel, hè. Het is een peddel. Die pak je trouwens aan de bovenkant vast. En aan de onderkant. En dan de peddel je ermee door het water. Zo. Mijn hond zat er ook bij. Dan nog even tekenen. Ziet onze hond er zo uit? Nee, eigenlijk niet. Maar goed. De hond vond het in ieder geval heel erg leuk in het water. En mijn dochter zat er natuurlijk bij. En die deed ook peddelen. Mijn dochter. Nou, die neemt ze me niet in dank af, denk ik, wat ik er zo teken. Zo gingen we dan al peddelend door het water. En als je dit nog nooit hebt gedaan, ja, het is echt erg leuk om te doen. Nou, je hebt natuurlijk ook nog wel gewone kano's. Maar zo'n Canadese kano sla je niet zo snel om. Dat is echt op zich wel fijn. Zeker voor mensen die niet zo goed kunnen zwemmen. En hier, ja, mocht je de invallen, volgens mij kan je hier ook weer makkelijker inkomen. Nou goed, je hebt natuurlijk ook gewoon platte kano's. Wacht. Zo'n het water hebben. Die zijn meer zo. En er zit hier zo'n inham waar je dan in kan zitten. Zo. Dan steken ze iets boven het water uit. Zo. Dan heb je hier zeg maar zo'n gat waar je in kan zitten. En dan zit je met je benen hier in die kano. Maar ja, die dingen die slaan toch wel. Tenminste, ik vind dat die snel omslaan. Nee, ja, dat doe ik dan liever niet. Ja, dag van de kano. Ik zou zeggen, ga binnenkort eens een beetje mooi weer eens lekker kanoën. Nou, wij zitten hier vlakbij de Biesbosch, dus dat is geen probleem. Maar er zijn natuurlijk genoeg kleinere rivieren ook in Nederland waar je makkelijk kan kanoën. En ook kanoverhuur gewoon is. En ja. Ga je niet kanoën? Misschien moet je er ook eens een keer één tekenen. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.